Ik had heel erg in het begin zoiets van, ja, ik wil lokaal, sociaal en duurzaam mijn bedrijf voeren. Twee verschillende ondernemers ontmoeten elkaar voor het eerst. Wat doen ze anders? En waarin lijken ze op elkaar? Rabobank presenteert Kennismakers. In deze aflevering Natuur en Industrie. Over sociaal ondernemen. Goedemorgen, wie ben je? Mijn naam is Bianca Pauw en ik ben sociaal ondernemer. Mijn bedrijf heet bijenhotelkopen.nl. Wat we doen is een sociale werkplaats in Overloon, in het kleine dorpje waar ik woon. En daar maken we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus met bijzondere mensen, bijenhotels. En wat doe jij? Ik ben Dennis Teel van designstudio Plank en wij maken duurzame meubels van gerecycled textiel. Wij gebruiken bijvoorbeeld 12 spijkerbroeken in één stoel. Daarmee wordt bijna 15.000 liter water bespaard. Ja. En het wordt niet verbrand, dus zoveel CO2. Mijn eerste gedachte over zijn bedrijf was, oh gaaf. We zijn gewoon gestart met ons spaargeld. Wij hebben niet een grote lening afgesloten of dat soort zaken. Ja. We hadden echt zoiets, we moeten echt gewoon voorzichtig beginnen. Dat is voor ons ook een belangrijke geweest. Dus wij hebben ook subsidie aangevraagd, maar dan meer vanuit destijds studie. Om de eerste mal bijvoorbeeld te bekostigen, ja, om een stoel mee te kunnen maken. We zijn wel heel erg gebaseerd op projecten. Maar door de corona zijn we eigenlijk de focus meer gaan leggen op de collectie meubels die we hebben. De projecten vallen weg. Ja, dan zijn we wel gaan denken, oké, we moeten wel echt die focus nu gaan leggen op meer commercie door de producten die we maken, om die meer aan de man te brengen. Dus nu iemand daar juist op aangenomen, ja, we denken, oké, daar investeren we nu juist in. Nu juist. Het eigenlijk omlaag gaat met, ja, de omzet. We hebben het juist nodig. Ja, nou ja, wij hebben eigenlijk ook tweeledig. Hè. Aan de ene kant hebben we heel veel business to business, hè, gemeentes. Maar door corona vielen vooral de gemeentes, die vielen echt helemaal stil. Ja. Dus dat was echt heftig. Dus zijn we nou kleine bijenhotels gaan maken en gewoon via de webshop verkopen. En ja, daardoor konden we in coronatijd de werkplaats open houden. Wat heel goed was voor de ontwikkeling van de deelnemers. Ja. Dus voor mij als sociaal ondernemer is het gewoon key om echt gewoon geld te verdienen. Commercieel te zijn. Ja, commercieel te zijn. En hoe meer ik verkoop, hoe meer geld ik verdien, hoe meer mensen ik een plek kan bieden. Ja, ik heb er zelfs over nagedacht van, joh, hoe kunnen we ons werk, we doen ook veel maatwerk, bij haar in de werkplaats krijgen en daar een samenwerking van maken. Ik vond het echt super tof om met je gesproken te hebben. En om dat je toch ziet dat we toch ook wel weer overeenkomsten hebben. Ja, ja, ik denk zeker dat ik nog een keer met Dennis een kop koffie ga drinken. En zo kan je altijd van elkaar leren. Toevallig begon mijn vriendin laatst over een bijenhotel. Dus ik ga zeker je website bekijken over een bijenhotel. Super, ja. Aan te schaffen. Top, leuk gesprek. Dankjewel. Ondernemers helpen elkaar verder. Waardevol voor jouw bedrijf en goed voor ondernemers in Nederland. Leer meer over plannen maken op rabobank.nl/groei. De coöperatieve Rabobank.